Wat een prachtige vrije trap, Mimoen. Waardoor jullie in ieder geval hier nog een punt weghalen. Ja, gelukkig valt hij alsnog in de laatste paar minuten. Dus ja, stel je toch wel een punt vanaf hier mee. Ja, is het een gestolen punt inderdaad? Ja, uiteindelijk wel als je met 10 man komt te staan. Jij begon niet in de basis, de laatste weken wel. Was dat een grote teleurstelling voor je? Nee, zeker niet. De trainer heeft altijd vertrouwen in mij gehad. En ja, dit keer zit ik er even naast. En ja, dat zie je. Maak toch wel weer een doelpunt. Ja, ik wist niet eens dat je zo'n mooie vrije trappenspecialist was. Ja, dankjewel. Oefen. Hè. Ja, jullie pakken hier een punt. Heb je het idee dat dit misschien wel eens de ommekeer zou kunnen zijn? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we als ploeg nu mentaal wel sterker eruit gaan komen, hoop ik. En dat we de play-offs uiteindelijk wel pakken. Ja, wat is er veel gebeurd hè, de afgelopen week? Hoe heb jij dat ervaren? Ja, hoe ik het heb ervaren, ja, het is toch wel een beetje chaos. Maar ja, hoe ik het ook al zeg, hier word je alleen maar sterker van als team. Ja, nu hebben jullie in ieder geval een punt. Hoe zien jullie nu de komende wedstrijden nog richting die na-competitie? Ik denk dat je vanaf nu wedstrijd naar wedstrijd moet kijken. Volgende week zondag spelen we tegen Jong Twente. Dan moeten we zorgen dat we die wedstrijd weer gaan winnen. En de play-offs is pas over 2 maanden, geloof ik.